Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management. Hartelijk welkom bij Haaglanden Voetbal Vandaag met in deze editie. Een uitgebreid gesprek met de keeperstrainer van ADO Den Haag, Raymond Mulder. Raymond, geen onbekende in het Haagse voetbalwereldje. Waar begon het voor jou allemaal? Het is voor mij begonnen bij Triumph in het Zuiderpark, in het hoekje rechtsachter. En van daaruit heeft de weg mij langs meerdere clubs geleid in de jeugd, Vigros, VCS. Vroeg gestopt wegens twee dubbele beenbreuken, dus dat was vervelend. Dus ik kon niet anders dan stoppen. En eigenlijk vanaf mijn 20ste jaar het trainersvak ingedoken. Ja, en het trainersvak ingedoken. Je bent op een gegeven moment gaan specialiseren in de keepers. Waarom? Ja, nou ja, ik ben begonnen eigenlijk met mijn oefenmeesters, elftallen gaan trainen. En omdat ik toch wel de ambitie had om zo hoog mogelijk toch weer uit te gaan komen. Dat heb ik als voetballer of als keeper niet kunnen doen. Wilde ik als trainer wel het maximale eruit halen. Ben ik me weer gaan specialiseren op de keepers. En dat verder door gaan ontwikkelen. Mijn papieren ook daar weer bijgespijkerd. En langzaam omhoog geklommen. En gekomen waar ik nu ben. Ja. Dan was je op een gegeven moment keeperstrainer ook bij HBS, een hoog niveau. Absoluut. Op dat moment viel je ook regelmatig in bij ADO Den Haag. Ik deed natuurlijk HBS, het eerste elftal echt, dus pure selectie. En ik was al een aantal jaren bezig bij ADO Den Haag in de jeugdopleiding, waarbij het totaalplaatje aan het trainen was. Op een gegeven moment ontstond de situatie dat Arno van Zwam onze keeperstrainer werd bij het eerste elftal. En Arno was regelmatig weg of met Jong Oranje en later met het Nederlands elftal. En Arno heeft mij eigenlijk de gelegenheid gegeven om hem op dat soort dagen, weken, zijn taken over te kunnen nemen. Goed, en dan op een bepaald moment gaat hij ook weg bij ADO Den Haag. Ja. Er zijn wat mutaties geweest, wat wissels bij keeperstrainers. Ja. Op een gegeven moment komt die positie vrij. Wat dacht je? Het zou toch wel leuk zijn als ze ook aan mij denken? Nou ja, ik zal niet ontkennen, je hebt de ambitie. En op dat moment dat hij gaat vertrekken, dan hoop je dat je een keer aan de beurt komt. Het is natuurlijk lastig als je geen oud-prof bent om aan de beurt te komen in het profvoetbal. Op dat moment speelden er nog een aantal andere BVO's. Was ik mee bezig. Dus ja, stiekem hoopte ik echt van ja, het moet nu een keer gaan gebeuren. En eigenlijk uitgerekend op dat moment kwam ADO concreet. En ja, was het voor mij eigenlijk heel snel deze kans ga ik grijpen. Goed, dat valt dan toch niet mee. Het is natuurlijk wel ideaal, want je maakt op een gegeven moment van je hobby je werk. Absoluut. Maar het is wel een fulltime baan. Je normale baan moet je wel laten schieten. Absoluut. Ja, goed, daar denk je lang over. Daar heb ik best lang over nagedacht. Kan een goede baan. Een leuke baan. Alleen die brandende ambitie die is zo groot. Ja, ik heb altijd gezegd, voor mijn 40ste moet het gebeuren. Dan neem ik de gok en dan zeg ik mijn baan op en dan kan ik ervoor gaan. Nou, alsof de duivel ermee gespeeld heeft. Maar ik werd 40 en anderhalve week later tekende ik mijn eerste fulltime contract bij ADO. Ja. Hoe bevalt het? Geen spijt? Nee, absoluut geen spijt. Het is een heel mooi leven. Ik ken natuurlijk ook de andere kant heel goed. Dus ik besef me heel goed dat ik met mijn hobby mijn boterhammetje mag verdienen. Het is hectisch, maar ik geniet er enorm van. En het werken elke dag met goede keepers. Daardoor jezelf ook weer moeten prikkelen en kunnen ontwikkelen. Ja, een mooi leven. Vorig seizoen dan een tussentijds, in het seizoen een trainerswissel. Is dat dan van invloed ook nog op de trainer van de doelverdedigers? Nou ja, ik kan niet ontkennen dat het natuurlijk een wissel trekt als je zo'n proces van dichtbij meemaakt. Ik heb het eigenlijk, had ik dat nog nooit zo direct meegemaakt, ook niet op dit niveau. Want dan krijg je druk van de media, druk van een stadion, er gebeurt een heleboel om je heen. Nou, ik heb getracht mezelf daar zoveel mogelijk voor af te sluiten. Mijn werk is ervoor te zorgen dat de doelmannen er goed op staan en dat ik dat voor elkaar heb. En ik denk dat ik daar redelijk in geslaagd ben om in die moeilijke periode mezelf te blijven, mijn weg te blijven volgen. En dat heeft denk ik goed uitgepakt. Dus zodat je werkt met meerdere doelverdedigers bij ADO, is dat belangrijk dat er toch een bepaalde
sfeer heerst tussen die doelverdedigers, terwijl ze toch elkaars concurrent zijn. Hoe stimuleer je dat? Nou ja, ik probeer altijd, mijn filosofie is eigenlijk heel simpel. Ik moet een heel goed contact hebben met keeper 1, 2, 3, 4, 5. Dat is de basis waarvanuit ik ga werken. Dus dat er een goede vertrouwensband ontstaat. En dan waak ik inderdaad heel erg voor de chemie onderling. Want uiteindelijk hebben we één keeper die zijn wedstrijden speelt. En die andere twee die zijn ondergeschikt aan die eerste keeper. Maar we moeten wel goed kunnen trainen. We moeten wel met elkaar het plan hebben. En nou, ik probeer daarin op mijn manier, door goed te overleggen, individueel, soms met z'n drieën, soms trainingen aan te passen, te schuiven. Mm. Dat we een hele goede, werkbare situatie creëren, waarin iedereen gewoon wel volwaardig zijn ding kan doen. Dan ging op een gegeven ogenblik Seth Koes, vorig seizoen nam Zwinkels van positie over. Ja. Ging toch nog weg voor het seizoen. Het werd wel gegund door de staf, hè? Want hij was wel een echte pop, ook na het moment dat hij ernaast kwam te staan. Ja, absoluut. Nou ja, Ernest is vorig jaar gekomen, eerste seizoenshelft, denk ik, redelijk tot goed gepresteerd. Aardig aandeel in de punten die we voor de winterstop hebben gepakt. Ja, goed, na de winterstop ging het natuurlijk bergafwaarts in zijn totaliteit. En nou, Ernest is daar één van de slachtoffers geworden. Robert hebben we neergezet, die heeft het uitermate goed gedaan. Maar de manier waarop Ernest daarmee om is gegaan, was toch op dat moment nationale doelman bij Litouwen. Gestart als eerste keeper. Ja, daar ging het petje vooraf. En die jongen heeft duidelijk aangegeven dat hij per se naar een club wilde waar hij echt kon gaan spelen. Dus wij hebben hem dat absoluut gegund. Goed, maar hij weg, dat betekent dat er nog wel een doelverdediger bij moet komen, denk ik. Ja, met twee doelmannen, Robert en Tim, dat is te weinig. Joe is nu lekker mee op trainingskamp, maar die hebben we echt gehaald om in de beloftes aan de slag te gaan. Die moet nog ontwikkeld worden, dus daar gaat nog wat meer tijd in zitten. Dus de Eredivisie gaan we in met drie goede doelmannen. Dus dat betekent dat we nu een aantal scenario's met elkaar bespreken, staf, in relatie met Jeffrey van As. En van daaruit gaan wij langzaam de poppetjes invullen. Tot zover deze aflevering van Haaglanden Voetbal Vandaag. Morgen zijn we er weer. Bedankt voor het kijken en graag tot morgen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Betvisie en Sportlife Management.